Guys, welcome back to another review from Hot Toys Figure, een Sideshow exclusive in dit geval. Het gaat om een Predator. Predator 2, Guardian Predator. Ik heb echt geluk gehad met deze figure, want hij is echt overal zijn de prijzen nu al sky high en hij is nog ineens zo oud. Hij is pas vanaf augustus. En nu al betaal je al zeker €300 voor, als het niet meer is. Maar ik heb mijn ogen goed al geopend. En er was toevallig iemand die ze kwijt wilde. Okay, hij is wel second hand, moet ik wel zeggen. Maar ik ben super blij met deze figure, want ik zie er helemaal niks aan. Of die gebruikt is of niet. Hij ziet er gewoon heel vet uit. Ik kan hem nog echt voor een goede prijs kunnen krijgen. En ik ben blij dat ik hem tot mijn beschikking heb. Ik kan hem toevoegen aan mijn andere Predators. Ik heb er in totaal nu 4. Maar dit is echt de eerste die ik heb, of die ik nu aan het reviewen ben. Het gaat om een Guardian Predator. Hij is een van de Predators die op het laatst van deel 2 tevoorschijn komt. En waarvan een van de gewilde, dat is de Elder Predator. Ja, en die is echt niet meer te krijgen eigenlijk. Ja, je kunt hem krijgen op eBay voor de hoofdprijs. Maar ik ben gewoon te gierig om voor die prijs aan te schaffen. Dus ik hou mijn ogen gewoon goed open. Zal het wel weer iemand zijn die hem wegdoet. Of ik denk dat je hem eigenlijk alleen maar tweedehands kan krijgen voor een redelijke goede deal. Een nieuw is die echt niet te betalen. En ze gaan echt niet droppen met de prijs. Dus je bent minstens $1000 kwijt. En het is gewoon crazy. Voor een figure. Maar ja, aan de packaging. Kijk, deze figuren zijn zo en zo iets groter dan de Hot Toys figures. Zoals een Arnold of een Blade of een Wolverine. Deze zijn namelijk 14 inch. En die anderen zijn ongeveer 12 inch. Dus ze schelen wel een aantal centimeter in de hoogte. Maar dat maakt deze figuren echt super gruwelijk. Als eerste zal ik de doos reviewen. Nou, het is een mooie doos. Een glad doos. Waarvan de Predator iets is opgelicht. Iets naar voren komt. En je ziet een soort hologram-achtige doos is het. Je ziet niet echt een hologram in terug. Maar je ziet wel dat er verschillende kleuren in voorkomen. Zoals je ziet als je het licht op laat schijnen. Zie je gewoon echt verschillende soorten kleuren. Dat is wel mooi terug te zien. Nou, de voorkant zie je het al. Deze heeft echt een gruwelijke mask. Deze mask is echt uniek. Hier kan je zien al dat het een Sideshow exclusive is. Zijkant van de doos, nou heel simpel. Je ziet eigenlijk niks, alleen The Guardian. En dit is figure MMS 126. Nou, aan de achterkant zie je ook weer een pose van de Predator. Zijkant hetzelfde. Ook een slipcover gebeuren. Even kijken. Als je hem zo boven trekt. Zou je hem hier al meteen in de fles zien eigenlijk. Maar ja, wat ik al zei. Ik heb hem uit de doos gehaald. Om hem eigenlijk al meteen aan jullie te showen. Nou, aan de kant van de doos zie je alle artists die eraan hebben gewerkt. En in dit geval is de sculptor van deze figuur is Pan Mak. You did some good work, Pan Mak. Dus, ik zal de slipcover weer eromheen doen. En dan gaan we naar de actual figure. En hier is hij dan. Guardian Predator van Predator 2. Te gruwelijk gewoon. Ik heb hem met open mandibles laten poseren. Dus zijn mondstukken. Ik zal hem even 360 geven. Dan kan je van alle angles zien. Mensen, als jullie nog geen Predator hebben, schaf er een aan. Maakt niet uit welke, want ze zijn allemaal vet, vind ik. Er zijn natuurlijk van die kritische Predator fans die van alle soorten Predators aanraden. En welke met eerst moet beginnen, noem maar op. Maar mij maakt niet uit. Als je eentje kan aanschaffen. De goedkoopste is volgens mij nu de Last Predator. Die heb ik pas aangeschaft. En dat is wel een kit model. Een model kit, sorry.
dat houdt in dat je eigenlijk hem helemaal moet in elkaar zetten als een soort bouwpakket. De enige, ja, je hebt wel de body, maar ja, je moet uiteindelijk de armen eraan volgens mij zetten. Zijn hele outfit, zeg maar, dat gaas outfit met de touwtjes. Zijn armen, alles moet je aan bevestigen. Maar de ene hoor ik dan dat ze het niks vinden, de andere vinden het wel wat. Nou, deze komt eigenlijk fully resembled, dus in elkaar gezet. En je hoeft er eigenlijk helemaal niks aan te doen. Ik zal hem even stoppen. En even laten zien waar hij mee komt. Hij komt in principe met wel leuke accessoires. Allereerst zijn wapen, zijn speer. Die kan je uiteindelijk ook uiteenschrijven. Dat is wel een heel vet feature. Deze feature is ook al heel vet. Kom je haast wat herken je denk ik wel vanuit de film. Als je eigenlijk een beetje zuurstof tekort hebt, is dit een soort zuurstofmask. Die kan je ook gaan posen. Andere handen. Dat is ook wel vet. Dat zijn andere mondstukken. Mandibles. Dit zijn de dichte. Dus als een bek dicht is, dan kan je hem uiteindelijk gaan posen met zijn mask. Ja, gruwelijke mask. Dat wil ik uiteindelijk gaan doen. Met deze mask gaan poseren. En hij heeft natuurlijk zijn trophy. Een of andere skelettenhoofd, ik weet niet van wat het is. Het is wel een of andere animal. Wel gruwelijk, het is best wel een big ass thing, maar dat is wel leuk om hem erbij te zetten. Nou, voor de rest, hier zit zo freaking veel detail op. Nee, ik kan niet wachten om mijn macro lens erop te zetten, dan kan ik het jullie allemaal laten zien. Want hij is erg movie accurate, vind ik. Uiteindelijk is dit wel een repaint body. Ik heb kort ook op de beurs heb ik een goede prijs of een goede Predator op de kop kunnen tikken voor een goede prijs. De P1, dat is eigenlijk de Predator waar ik op zoek was. De Predator waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. The one with Arnold. Dus dat is eigenlijk een repaint van deze body. Alleen is deze min of meer grijsachtig. Heel vet vind ik hem wel op zich. En dit, zoals je weet, dit is part 1. Part 2 is coming up. More detailed video. En stay tuned. Thanks for watching, first of all, for this video. And check my other video. Peace.